Jonge, fitte mensen letten goed op gezond en verantwoord eten. Maar wie let er op het eten van de ouderen? Dat was vanmiddag het thema van een conferentie over eten in de ouderenzorg in Wijchen. Nou, het doel van de conferentie is dat vandaag meer dan 100 organisaties bij elkaar komen. Ze hebben allemaal deelgenomen in het programma Duurzaam Gezond aan Tafel. Dat zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, ook GGZ-organisaties. En vandaag agenderen we weer eens hoe belangrijk eten en drinken is in de zorg. Keurig hoor. Kunnen jullie zo goed meedoen? Ja. Laatste lijn. We zijn natuurlijk hier nu op het congres en dit is een van de voorbeelden, een van de projecten van Rijk voor Nijmegen 2025. Dat is een beweging hier in deze regio. En wat wij doen is dingen sterker maken die al sterk zijn. En dit is een goed voorbeeld. Duurzaam en gezond aan tafel, een samenwerkingsverband. En wij als Rijk voor Nijmegen zorgen ervoor dat al die verschillende partijen, zoals bijvoorbeeld agrariërs, maar ook het zorgveld, dat zijn allemaal hele aparte velden bij elkaar komen om tot dit soort projecten te kunnen komen. En deze organisatie die vandaag aanwezig zijn, die hebben een programma doorlopen van een jaar lang. In deze regio, maar ook in andere regio's. En die komen bijeen om ook hun resultaten te presenteren. En die resultaten die zijn fors. En dan zien we dat deze organisatie hebben deelgenomen. Enerzijds gewoon lekkerder zijn gaan koken, maar ook betaalbaarder zijn gaan koken. Daarnaast zijn de bordjes leeggegeten en zie je gewoon dat de verspilling enorm is teruggedrongen. Wat heel erg mooi is. En daarnaast is de verbinding met de inkoop ook heel duidelijk. Duurzame inkoop, waarin ook vaak niet alleen biologische producten en fair trade producten gebruikt worden, maar ook vooral die verbinding naar de regio. Dus die organisaties ook veel meer naar de regio gaan inkopen. Samenwerking met boeren en telers. Wat uiteindelijk op het bordje van de patiënt of oma Jansen belandt. En dat is ontzettend belangrijk. We doen het uiteindelijk. En dat doen al deze organisaties, niet alleen de deelnemers, ook alle steden. We doen het uiteindelijk voor kwetsbare mensen, kwetsbare groepen, patiënten, ouderen die het allerhardste nodig hebben, gezond, vers en duurzaam eten.